Bastiaan Ragas heeft laconiek gereageerd op de ophef rondom shownieuwsterren die betrapt zouden zijn in een talpakast. In een interview met Weekend laat hij weten dat hij zich totaal niet druk maakt om de roddels en geen enkele reden ziet om zijn vrouw Tooske te confronteren. Het voorval, onthuld door R.M. Milen, zorgde destijds voor een maandenlange geruchtenstroom en woede bij collega's, waaronder Patty Bart. Ragas werd gevraagd of hij niet bezorgd was dat zijn vrouw betrokken was, waarop hij resoluut antwoordde, dat interesseert me werkelijk geen ene hout. Op de vraag of hij Tooske heeft gevraagd of zij betrokken was, reageerde Ragas lachend, serieus? Haha. Als ik over elke roddel zou moeten twijfelen, dan is er iets anders aan de hand. Hij benadrukt dat hij en Tooske niet geloven in het controleren van roddels voor een gezond huwelijk. Ragas geeft inzicht in hun relatie en vertelt dat ze ondanks hun drukke schema's proberen tijd voor elkaar vrij te maken. Hij benadrukt het belang van balans en vrijheid in hun 20 jaar durende relatie. We gedijen beide goed bij vrijheid, maar wel met genoeg aandacht voor elkaar. De vraag blijft hangen, was Tooske Ragas betrokken bij het incident in de Talpakast met Bram Moskowitz? Bastiaan lijkt er niet wakker van te liggen en benadrukt dat vrijheid en ruimte in hun relatie essentieel zijn.